onthutsend en werkelijk verpletterend is de schier eindeloze, welhaast tsunami-achtige stortvloed van imbeciliteiten en platitudes die ontspringt bij uw mond. Ik zeg mond. Ik doel natuurlijk op het etterende absces dat zich gevestigd heeft tussen uw kin en datgene wat u over het algemeen aanpleegt te duiden met uw reukorgaan. Ik kan u dan ook verzekeren dat ik nog nimmer in mijn talrijke dienstjaren zoveel zwakzinnigheid bijeen vergaard heb gezien binnen de grenzen van één enkel zielig hoopje mens. Ik zeg mens, mij natuurlijk terdege bewust van het feit dat het woord mens natuurlijk een kwalificatie is die veel te veel eer is voor een minkukkel van uw geringe statuur. Waarde vriend, het zal u wellicht verbazen, misschien ook niet, dat is moeilijk te zeggen bij iemand zoals u, onder wiens schedeldak de ziekte van Alzheimer en het syndroom van Down strijden om suprematie over het kaalgeslagen slagveld van uw verstand. Het zal u wellicht verbazen dat ik niks dan compassie, meedogen, ja zelfs respect heb voor iemand zoals u, zijnde zo zwaar gegeeseld door de wrede zweepslagen des levens zoals u dat bent. Daar het niet makkelijk kan zijn het leven te moeten doorlopen, verstoken van enige sociale vaardigheden en behept met het gelaat van een lepra-leider die zijn scrotum heeft laten transplanteren op zijn aangezicht. Hulde. Hooglijk gewaardeerde confrère, ik was ooit uitgezonden naar het vermaledijde Bangladesh. En u zult dit ongetwijfeld niet weten, want daarvoor is uw herseninhoud immers veel te klein. Maar het arme landje was destijds juist geteisterd door de schrik van honger en overstromingen. Wel nu, ik heb al daar etterende penissen, van de builenpest overwoekerde anusspleten, als mede met blauwschimmel schitterend dooraderde vaginaholtes mogen aanschouwen, die stuk voor stuk zorgvuldiger formuleerden en zich in het algemeen effectiever presenteerden dan u. Zoals u hier als het ware marinerend in uw eigen wondvocht wanhopig tracht uzelf over het voetlicht te brengen met de nodige pus, smegma en oorsmeer van dien die daar kennelijk mee gepaard dienen te gaan. Wat super relaxed is, want als je het hele jaar niks tegen elkaar zegt, heb je met kerst echt iets om over te praten. Dat is... En dan vraagt mijn moeder bijvoorbeeld, en Bas, hoe was jouw jeugd? En dan zeg ik, ja, daar had je bij moeten zijn, man.